Oh, long shot! In de roos. Sorry. Hey, jongens, ik wilde wat zeggen, maar laat maar. Jezus, hou op. Dames en heren, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar Legends of Gaming. We zitten nog steeds in de finale maand. En de vorige aflevering heb je gezien hoe er Gio Mio Guesser werd gespeeld. En waar... Ja, iemand heel hard is afgemaakt. Oh. Het is tragisch. Hey, spoil het nou niet. Onze Harm heeft helaas een hele slechte Wikipedia-plaatsing gekregen. Begin er niet over. En we zijn nu aangekomen op een punt dat er weer iemand nieuws gaat aanschuiven. Maar dat is nog heel even de vraag. Zo, dat ben jij toch, of niet? Want Milo en ik hebben namelijk exact... hetzelfde aantal wins en wij zijn nog nooit in de danger zone geweest. Hoe kan dat nou? Het is toch ongelooflijk? Mogelijk gamer, man. Het is ongelooflijk. Dus om dat vandaag te beslissen wie vandaag wel of niet hoeft te spelen, gaan Milo en ik een 1v1 wobbelpong. Nee. What the fuck is wobbelpong? Dat is echt Milo's specialiteit. Het is pong, maar met wobbel. Is het mag zo'n wobbel edit? Ik wil alleen maar wobbel edits vanaf nu. Mag ik heel even vragen wat Mattie op dat briefje had geschreven dat hij net had? Ja, ik vroeg hem ook al. Er stond abonneer en daarnaast stond hup Milo. Alleen als ik te veel licht doe, bijvoorbeeld met een wit papiertje op mijn camera, kijk, dan gaat mijn camera helemaal spacen voor mij. Maar hij doet het nu niet. Heb je niet gewoon een stift liggen? Waarom hup Milo? What the fuck is dit? Waarom heb je... Hij is bang zitten, man. Waar zijn de hup Jeremy? Hup Jeremy! Jeremy, die heb je de genoeg, weet je wel. De Jeremy! Ja, de Jeremy! Laten we gaan spelen. Dan kunnen we kijken wie er vandaag echt aan de bak moet, jongens. Kom maar. Milo, ben je er klaar voor? Dit is om te bepalen. Ik ben born ready, man. Wobbelpong is wel echt op mijn lijf geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het past ook wel bij je persoonlijkheid, of niet? Wobbly person. Je kan altijd wel goed omgaan met van die slappe sticks, toch? Zeker. Ben je ready? Ja hoor, ik ben er klaar. Dan gaan we. Gewoon tot 10, hè? Één keer tot de 10. En dan is het. Dat is het. Oké. Milo, wat doe jij nou? Oké, Milo is rechts dus. Ja, dat, ik wou net Milo vragen. Hey Milo, kom aan, hè? Hey, goeie curve. Wat de fuck? Kom op, Milo. Wat zie ik hier, Milo, doe het niet. Ja, lekker, Milo. Ja, juist. Nu is het niet erg, weet je, als je verliest. Tenminste, ja. Oh, wat? Kom back. Oh, nee. Oké, niks aan de hand. Service verloren, daar ga je. Dit is zo moeilijk. Oh, nee. Breakpoint. Daar ga je. Zelf ga je door. Ja! Easy. Even serieus. Oké, luister. We deden net een oefenpotje zodat we de controls even konden weten. En Milo ging echt... ik had 2 punten en Milo 10 of zo. Hij dacht echt, oh, easy. En nu... Deed je expres niet je best of zo? Nee, natuurlijk. Ik weet toch de controls al. Dat is weer voor jou, joh. Hey Milo, gast. Tijd om te zoeken, jongen. Tijd om succes, te zoeken. Succes, man. Jij gaat vandaag strijden. En wat jullie gaan spelen... Alpaca Bo! Maar ik ga lekker weg. Hey, tot de volgende aflevering, guys. Dit was zo'n easy dip. Hey, shit, man. Ik heb verloren van Jer. Ik had best wel veel vertrouwen in de wobbelpong, maar helaas. Maar goed, we gaan nu het volgende doen. We zijn met z'n vieren. We gaan zo meteen 2 1v1 duels doen. Die worden geloot. En daarna 2 verliezers nog een keer tegen elkaar om echt de ultimate loser te bepalen. Die flikker. Kijk, het is heel simpel. Hier zie je de teams. We hebben dus, nou ja, ik, Matty, Link en Roel. Hey, regie, lood, man. Oei, Matty tegen Raoul en Link tegen Milo. Link is natuurlijk een OP gamer. Maar Link, heb je dit nog eens gespeeld? Nee, nog nooit. Oh, dus, niemand van ons heeft het ooit gespeeld. Link is sowieso niet waar. Je hebt het natuurlijk wel een keer gespeeld. Ja, elke dag. Ja, elke dag. Kijk, ik lig tegen je. Ik heb vanochtend nog gespeeld. Goed. Ah, nee, beginnen dan met Matt tegen Raoul. Goed. We gaan er naar kijken. Oeh, man. Ja. Ik moet tegen Link, man. Ik ben de lul. Fucking hell. Maar goed. Hé, hey, mannen. Succes alvast. Hey, Link, succes. Behalve jij. Je hebt maar lekker typisch krijgen. Nah. We gaan beginnen. Daar zijn we, Alpaca Bal. We gaan nu het eerste potje spelen. Matty en ik tegen elkaar. Matty, wat heb je een mooie witte neus? Een sosneusje. Sosneusje. Nee, ik kan je zeggen, dat ziet er anders uit, man. Het zit aan de binnenkant, volgens mij.
Van horen zeggen. Matty is de zwarte alpaca, ik ben de witte alpaca. Ben je er klaar voor? 5 minuten, wie uiteindelijk het meeste doelpunt heeft, die wint. Ja, dat is helemaal goed. Moeten we niet wachten tot Robbie weer terug is, of is hij al terug? Ik ben al terug. Oh, Robbie is terug, nou, dan kunnen we beginnen. Ben je ready? Oh, ik ben ready, dom. Hey, mijn alpaca staat in de startblok, hè? Mooie witte neus. Ik zie Don ook zo zitten. Kan je ook rennen of ren je vanzelf? Je kan eigenlijk aan je hoeken voor bonus geven. Je hebt de bal nog niet geraakt. Nee, ik zweer, dit is lastiger dan je denkt. Ja, maar ik vind het wel semi-oneerlijk, want je hebt zoveel FIFA-ervaring, weet je wel. Oh, die was goed geweest, hè? Ik ben voor nummer 1. Wie is nummer 1 eigenlijk? Of verkeerde kant op. Weet niet. Wat een blok! Verdedigen kan niet wel hoor! Kleine Messi hoor! Wat een groot! Wat een save! Slaat nergens op! Die Engels waren dat! Heel goed! Laat me zitten! Tik hem! Ja! Stonks, zie je dat? Stonks! Moetje. Zo, met zijn kontje. Hier kan je toch mikken nu, gelijk? Wat doe jij nou? Ja, dat ging heel snel. En dat was je stonk power-up. Je stonk. Oh, was dat? Doe dat ook houden, broer. Ankara Messi. Volgens mij kan twee nu beuken, niet meer. Nog steeds helmpje op. Ja, is dat zo? Ik heb die alleen, man. Die helm is open doel. Wat is dit? Ineens een beest. Overtreding. Bij uw doelrand. Nee, wat is dit? Penalty. Gordeldier, hè? Wat de fuck is een gordeldier? Dat is zo'n ding wat je op je gordel doet, weet je wel? Ja. Dat je veilig zit, achterin. Matty, je hebt ook nog een knopje die je kan drukken. Ja, dat weet ik. Rondje. Ik weet het. Langnekkie. Ik ben Joost. Ik voel me zo gehoord ineens. Wat een strijdspel, joh. Wat zit ik nou te kijken? Ik moet het zo tegen Link doen. Die kan natuurlijk elke hoek precies met je uit zijn hoofd wat hij moet doen. Nou, Link die heeft die strategie al klaarstaan. Ik ken die Engels, ken ik. Hij heeft helemaal niet eens hoeken, dit. Nee! Wat een save! Bro, dit is echt, als je rent, kun je dat kopje niet in. Milo is zichzelf zo aan het onderhonden. Dat is niet normaal. Eigen goal, man. Dit is echt een weekend league voor Elite 1, jongen. Dit is echt bizar spa. Matty, ga hier ook mijn 1 miljoen coins fixen met dit spel, of niet? Als jullie dat willen, doe ik dat. Doe het even, joh. Die kleine is best wel goed, man. Behalve dat je echt tering traag... Wat een tering traag bent. Wat gaat die, jongen. Sorry. Hey, jongens, ik wilde wat zeggen, maar laat maar. Jezus, oké, okay, maak hem af. Het is klaar. Milo moet af. Maak hem af. Ja. Nee, Link, doe het niet. Een soort hakbal. Joost, kent het nog? Hakbal? Oh, hakbal, mijn god. Dat was wel de tijd. Hallo. Dit is een enge move. Wel een power. Maar hij kan hem besturen. Oh, what the fuck. Ik had dat even niet door. Je moet nu. Anderhalf minuut. Kan je gaan dribbelen? Nee. Dat is heel moeilijk, dat dribbelen. Messi. Ankara Messi. Messi. Hoe zet ik die power-up in? Ik krijg een power-up. Nekkie. Heel lang nekkie. Wat een eng nek, joh. Die nek is echt verschrikkelijk. Zo'n puddingboom is dat. Hop. Die nek is echt verschrikkelijk. We hebben nog een minuut voor, Matt. Hij is een vol, ik moet de genadeklap uitdelen. Laatste seconde van het gelijkspel. 1 minuut, jongens. Zo, ja. Koekoek, het best. Hij heeft de knockout power-up. Tik hem erin, Let's go! Nee. Laatste minuut. Dat is...
Oh. Het wordt spannend. Matty, doe even eigen goal. Matty, Moer. Moer. Dan moet er iemand scoren. Matty heeft alleen voor het niet besturen. Ja, als je de bal slaat, dan gaat hij automatisch. Nee, ja, Oké, okay, Matty, tik de bal en dan kan je hem sturen. Wat te sturen? Ja, nee, het is niks voor mij. Ja, oh nee. Oh nee, je hebt hem nog. Als Rol nu weer scoort. Oh. Oh. Geef me een tikkie. Dat is bijna gesecured, joh. Die lepel. Met je kanus. Ja, nee. Oh, je mikt hem ernaast. Ik heb echt geen flauw idee wat hier gebeurt allemaal. De kleine lava. De bal te sturen. Nee. Oh. Want je moet. 5 seconden. Ik ben een kleine lava. Kom maar, Matty, je moet nu scoren. Oh, Matty. Ja, die gaat erin seconden. Ja, is klaar. Nee. Oh, dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Dit is hem. Hij blijft ook. Ja, joh. Jongen, Jantje. Jantje, controle wegleggen. Dat boeit allemaal niet. Pijnlijk. Ga maar even zitten op de bank. Oei. Oh, dat doet pijn. Ja. Yeah, twerk. I whip my hair back and forth. Nou, roei je met safe. Dankjewel, jongen. In de volgende video. En nou gaan we kijken naar Milo versus... Kom op, team bankzitters. Hey, kom aan, Milo. Nou ben ik echt voor jou. Nu ben ik net als koppartijdig. Het ding is dus, even, heb ik snel berekend. Als ik nu niet win van Link, dan gaat er sowieso een bankzit uit. Maar dat zou gemist worden. Zo, dat heb je wel eng berekend, man. Goed, Link, jongen. We hebben net gekeken naar het duel tussen Matt en Raoul. Nou ja, daar heeft dus Roel uiteindelijk toch geklutcht, hè? Die is sowieso door. En de verliezer van ons gaat dus tegen Matt voor dat laatste plekje. Nou, ben je sowieso klaar. Ik wens je daar succes mee. Ik merk dat jij graag nog een bankzetters reunie wilt, dus... Hey, Link, jongen, ik wil jou bij deze iets bekennen. Dat vind ik kut om dat te moeten zeggen bij deze, maar... Ik had zo'n gevoel dat dit spel vandaag langs zou komen en ik heb de hele week zitten. Dat dacht ik al. ik zou het online komen op kijk, Steam. Kijk, even. Links, rechts, hup. Nou, die controles heb ik in de vingertjes, hè? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. We gaan gewoon beginnen, man. Wie is wie eigenlijk? Ik ben de gamer. Jij bent de gamer guy? Ik ben zo'n gamer. En dat is mijn talent. Link is de klantenservice medewerker. Ik ben een soldaat. Hallo, ik spreek met Link van KPN. Waar kan ik ook helpen? Link, druk eens op ready, jongen. Want ik kan de spanning niet meer aan. Aan de slang! Slang! Steven Berghuis. Spring! Een slang hoekje. Link, jongen, succes! Jij is succes, joh. Boonk. En nog. Oh! Hey, we winnen gewoon zonder mij, man! En Matty, joh! Broodjes hier op ons, verdorie zeg! Lekker broodjes zo. Hoi, joh! Hoi, joh! Hey, kom op, Milo! Ja! Daar komt ie! Op de volley bijna! Hey, kom! Jij Ramos! Ja, krijg jij de volley! Die Berghuis is gelopen, man! Nee, wat is dat? Link, zit in je doorgast! Ja, het is ook even fijn, joh! Met de Milo. Milo snapt het wel hoor. Die heeft het hele spelletje heeft hij onder smiezen. Geen idee wat aan het doen. Komt die lopje, chipshot! Chipshot! Wat zegt deze man ook weer weg. En gewoon even weg. Hoppa! Longshot! Zeg ze niet, Link! Hallo. Hé, Link, je hebt stonks, hè? Je hebt stonks. Stonk? Stonks! Engel! En met die Link Tigers. Ah, kom op! Hé man, dat is gewoon drie keer een paal. Kom op! Ik wil toch spannend houden. Kom op nou, even spannend houden. Oh, wat doe ik? Oh, daar komt hij op. Even spannend houden. Ja, spannend houden. Ik wil het even spannend, weet je. Even zo'n wat is dit? Beuken. Je Link beuken. Hey, kijk, hallo. Link, waar ga je? Oh, weer de paal. Link, je speelt niet de crossbar challenge hier, hè? Nee? Ik ben er wel goed in. Ik heb gehoord dat de bankzitters een crossbar challenge moeten nemen tegen ons. Dat is hem. Ik kut lama voor je man komen. Denk die dekking. Nijpen. Beuken. Boonk. Nog iets vies. Is dat Link? Je kan die slang pakken, hè, als power. Hoppa. Ik kan hier niks tegen doen. Echt. Link heeft 100% geoefend. Ja, ik heb wel geoefend. Die is een tryhard kut gamer, jongen. Hey, game is mijn talent, heb ik gehoord. Vraagteken. Wat moet ik met een vraagteken? Dit is overtreding, buitenspel. Nee! Link, check je later, bro. Oké. En nog 3 minuten op de klok, hè? Dit kan wel. Hij doet steeds die klote bogen. Niet meer, hij is weg. Koppen. Die gaat hard, hoor. Nee. Oh, goed nekkie. Longnekkie zelfs. Kom aan, Link, je bent zo lang. Daddy longnek. Wat is dit voor dit? Dit is zo goed! Nah, joh! Lange nekkie, joh! De lange nekkie, die angle! Milo gaat staan, joh! Het wordt fanatiek!
Oh, oh, oh. Ik heb altijd al lul gevonden. Ik heb nog steeds die sleutelhanger niet van hem. Nou, jongen. Als jij nou je adres geeft, stuur ik hem echt op, hè. Dat weet je. Dat, ik ga jou sowieso dat adres niet geven, jongen. Pison. Vertel nu even. Je vertel waar je woont. Kom op. Wat is je adres? Schiedemans heeft je eigen doel. Je hebt die ding. Ah, nee, niet meer. Ik wil die weer zien. Eerste bal. Ik moet doel op gaan. Lek. Jij neemt te veel initiatief, Milo. Je moet een beetje wachten. Of... Ja, Milo, je neemt te veel initiatief. Ja, ik sta 4 in achter. Ik heb zo'n lepel. Oh, Uri Geller. Scoop, Uri Geller. Geller. Scoopy. Milo, jij bent wel echt tering slecht, hoor. Ja, we gaan het zo zien, jongen, mijn goortje. Uri Geller erin. Uri Geller erin. Oh. Ja. Waar kijk ik naar? Uri Geller, jongen. Ja, Matty, dit is een easy trick voor jou. Ik ben die Vincent, weet je wel, die bloedzijgers heet. Goddel diertje, doe je best. Ja, hij wil ook doen. Nog naar bed vanavond, gast. Hè? Ja. Ja, precies. Nou, nou ook niet, hè? Nou, sleet in bobbelpong. Ja, joh. Ah, maar goddel dier. Het goddel dier, gast. Oh, nou ja, daar ga je. Oh. Nou. Daar ga ik. Nou. Oh, oh, ja, 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 ja. Oh, nee, toch niet, Engel. Wat een bal, wat een bal. Oh, joh. Ik zit hier in de meeste Rick game ooit. Ja, het is gewoon trickshot verloezen. Hoe klein ook. Hey, Milo, je bent echt klein gast. Ja, maar ik kan Jezus. Het slaat nergens Jezus. Zo gebeurd, bro. Milo, je bent echt klein gast. Ja, ik weet het, bro, maar ik kan... Ja, valt ik me zo goed op. Hij tikt hem meteen weer in. In Zagi tikt hij hem weer binnen. Ga tot de 10 toch? 10! Alsof hij gewoon FIFA speelt, legt hij hem erin, bro. Alsof hij gewoon FIFA speelt. Wat is dit? Oh, Engel! Oh, ik kan die goede power krijgen. Weer mis! Oh nee! Wat zijn we toch aan het doen? Ja, hoor. Ja, niet normaal. Laat die jongen nou. Arme Milo, hij gaat gewoon weg. Hij is weg. Waar is hij weg? Maar hoe heb je dat nekkie zo onder controle? Nou, inderdaad. Weet je, als je gewoon... Kijk, jij heeft af en toe wat die nekmassage gegeven, hè, dat helpt. Hij oefent. Zelfs als Link niet speelt, kan hij niet scoren. Wat is dit? Hij schiet in zijn eigen goal. Comeback goal. Comeback goal, ja. Echt, alsof hij gewoon... Kan nog, maat. Het kan nog. Oh, wow. Hoe is dat de lat? Hoe zat hij er niet in? Dat zeg je wel vaker, zeker? Link, daar ga je. Gewoon rennen. Tegenaan rennen, joh. De pan, dude. De pan. Nee, dat is een groot glas. Nee, dat is een pan. Nou, dat kan nog. Lang niet. Kan nog wel. Nek en nek. Kom maar. Dat is nek, leuk. Letterlijk. Leuk. Maak nog even een lama-grapje, Milo. Oh! Het was even van Sarah met een balletje van die lijn te halen. Hé, hey, gordeldier. Gordeldier. Oh, allebei neer. Allebei neer. Hé, dat kost allemaal tijd, hè. Kost maar echt tijd. Hallo! Oh. Waar is die gele kaart? De gele kaart. Hé, hey, gordeldier, kom eens hier. Oh, hij staat. Kom op. Scorpion kick! Milo, score even. Milo, score. I've got a scorpion kick. Go, je hebt dit. Open goal. Kom op, Milo. You got this. Milo, go. Nee, toch niet. Pijnlijk ook. Milo, kom op. Milo, kom op nou. Oh, ongelooflijk pijnlijk. Oei. Ik heb nog nooit meer dan pijn, joh. Zo rigged in een spel goed zien zijn als Link in dit spel. Oh, zo tryhard zien zijn. Ja, wel een tryhard, ja. Gewoon zag ik inderdaad echt alsof die FIFA speelde nog combinaties maken met dat gordeldier samen. Dat lange nekje, hè? Dat lange nekje dit. Dat is goed bij jou, Link. Hé, maar Milo, weet je, ik heb laten zien hoe je nu moet. En Matt, ga je maar in bank, joh. Geen probleem. Is jij zo meteen volgende video, joh. Milo, ik wil eigenlijk niet dat het zo zou moeten eindigen, maar het komt er toch echt op aan, hè? Ja, bro, we gaan het zien. Wat zijn nou, van die knikkermaten, toch? Hoe noem je dat ook weer? Gangbu. Jij bent echt mijn gangbu, man. Dit voelt echt als Squid Game, man, in die knikker. Normaal delen we onze knikkerzak en zo. Maar ja. Goed. Ik heb net van Link verloren. Niet zo gek. Als ik naar die gozer kijk, ziet hij ook uit zijn lama. Dus zo gek is het allemaal niet dat hij hier weer goed in is. Oké. Okay. Mats, jongen, nu is de finale van deze aflevering. Ja, eigenlijk van het hele seizoen eigenlijk wel. Hey, succes, bro. Nee, zet hem op, man. Hey. Ja, zet hem op. Maar ja, dit is wel dat het hier waar moest komen. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook liever niet. Maar ja, dan moet ik iemand een keer verliezen. De gentleman lama gaat toeslaan. Milo is echt slecht nou. Nou, ik heb net tegen hem gespeeld. En dat kan ik confirmen. Maar Milo is nu warm, hè? Die heeft het laatste potje nog gespeeld. Die denkt, nee, waarom is dit ineens zo makkelijk geworden? Ja, het veld is veel groter dan die andere. Ja.
Nee, dus nou dit, op, dit is officieel, hè? Jullie zitten nu in de deetjes, jongens. Ja, dit kennen jullie, want dit is net als voetbal, gewoon een voetbalveld. Dit komt jullie bekend voor. Huh? Dit is eigenlijk gewoon FIFA. Waarom doet hij het niet? Dit is eigenlijk gewoon FIFA. Hey, maat! Ze zijn nu de, F'jes uit, dus ze moeten nu op een grote spel. Hoezo heb jij gelijk die goede power-ups, man? Ja, back-out, jongens. Ook eens. Allebei Nokia, jongens. Back-out. Ja, ja. Nee. Kom op, Milo, je kan dit. En ja, dit weer aan de verkeerde kant op. Wat als je raakt in die lepel? Nee. Milo! Mat, je hebt die lepel, Ja, maar... Wacht, Mat die heeft Uri Geller. Ja, die... Scoop hem. Maar dat geeft niet als je twee... Ik lig eruit. Die coaching... Ik kan dit nog 4 minuten. Uri Geller hem. Oh, dat is een goede scoop. Ja, ik is zo nergens op, Uri Geller. Die is zo goed. Oordeeldier! Wil je gooien? Jullie dashen ook niet. Ja, shut up, Milo. Lekker man, bedankt. Wacht, kan je dashen? Hoe werkt dat dash ook alweer? LB. Dan doe je ze maar sprong naar voren. Met welke knop moet ik daarvoor inklikken? Oh, LB. Druk gewoon eens iets in. Ja, probeer gewoon wat. Ik wil het ook niet. Ja! Dashie met een bridge! Oké. Een bridge! Oké. Dan ben ik alweer klein ook. De pan! Oh, dikke flip! Hoe doe je de pan? Dat maakt gewoon je tegenstander klein. Dat is de pan. Nee. Ik kan niet, mijn rondje doet het niet, dus ik kan niet de andere kant op zwaaien met mijn nek. Bijna pace, man. De controller is verrot. Ik vind het wel mooi dat die camera ook gewoon heen en weer zwaait. Ah. Oh! Dit heb je, Milo. Hij is nokkie. Milo, wat ben je nou aan het doen? Milo! Ik moet uit die hoek komen. Hoog houden. Milo. Mijn lama heeft te weinig pace, man. Nee, dit is misschien wel... Oh, fuck okay. Man! Hij is ook perfect in de hoek, net zoals dit DVD-logo! Ah, nee! Oh! Wat gaan we weer? Lange nekkie! Die is goed hoor, die is goed! Hey, kijk eens! Oh, kut! Oh my god! Ik volledig over zijn nek! Mijn nek is te lang! Pap, Milo! Alles geven! Nee! Oh, 2-4! Rijden, Milo, man! Ik heb natte kut! Nooit in de deze zone, ik word hier genakt, man. Ja, leek wel. Oh, niet meer dat zo. Ja, ik dacht, jij kan makkelijker dan ik. Die angles, die angles. Nee. Nou, hij had dat niet eens zo ver als ik ben. Nee. Maar ik kan me oprecht maar één kant op sweepen met mijn hoofd. Nee, andere knop in de handicap. Maar die doet het niet, die is kapot. You're good. Kijk, engeltje. Dat is geen engel. Ja? Ja, nee. Onzin. Hij vindt die lepel! Scoop hem! Waarom heb ik nog nooit die lepel gehad in twee potjes? Uri Geller! Uri Geller! Dat zie je normaal! Zo lelijk! Daar ga je, Milo! Ik word zo hard genakt! Ik heb nog nooit die lepel gehad, bro! Ja? Waar ga je nou heen? Andere kant! Wat doe je nou, gast? Ik ben echt zeldzaam slecht, jij. Je hebt ook nog een ander knopje, hè? Hoe ben je nog nooit in de deentje zonder geweest? Ah, het is goed met jullie allemaal. Campen, man. Niet te campen. Ja! Oh. Het kan nog! Je wil er ook gewoon uit liggen, hè? Hij wil het gewoon niet eens. Nee. Bro, hoe ben ik onder jou rijden? De pan! Ik helemaal niks, jongen. What the fuck, jongen. Ah, ga er niet! Ik vind wel dat Rob terug mag komen. Dan gaat de kijkersloyaliteit van Last of Gaming. Ja. Het is wel heel sad. Van gelijkstaan met mij naar gewoon de uitzien. Ik heb een basie. Ja, het komt hier zo lucky weer. Oh, joh. Ik shot ook. Dat moet je met dubbel A gewoon doen. Ja, maar jongens, dit is officieel. De helft van de bank dubbel A, doe slecht aan. Kijk, wat de fuck is dit? Wat doe jij nou? Wat doe je? Kan hij nou weer liggen? Ik schat. Ah, joh. Je had hem gebeukt.
van Milo. Oh, oh, oh netjes. De comeback. Het kan nog. Elke 10 seconden moet je erin scoren. Elke 10 seconden, dat kan jij. Elke 10 seconden. Ja, dat is het nummer 1. Goed begin. Nee, draai die andere kant op dan met dat nee. Andere kant op, andere kant! Matty, je komt op de achterlijn. Je hebt twee knoppies! Hij vindt die lepel! Ik kan nog 10 uur spelen zonder één keer die lepel te krijgen. Tiefe spel. De fucking lepel! Steringspel. Drie keer die lepel, hij drie keer die lepel gehad. Lepel! Hij heeft het verneukt. Ja, kom op. Je had de lepel. Moet ik hem doen? Ja. Pas die Wikipedia maar aan, jongens. Hij deed je best. Eindelijk wordt Milo gespoot. Besef, hoe kun jij nog zo hoog zijn geëindigd? Dat kan niet. Omdat ik elke game die een beetje skill-based is, gewoon geneeld heb. Maar ja, dit soort dingen. Ja. Ja, gelukkig viel je audio weg, want dat hadden we toch niet geloofd dat je had gezegd. Precies. Triest, man. Triest. Ja, Milo ligt eruit. Sluit af dat hier, dan kunnen we lunchen. Ik ga dat niet afsluiten. Ik heb lekker de typisch allemaal. Hey Milo, kunnen we lekker samen kijken als we twee goede vrienden, man? Kunnen we samen gaan duimen? Link en Jeremy. Ja, je mag gewoon voor mijn duimen. Ga nog liever dood. Er zijn nu al twee bankzitters uit, hè? Gaat snel. Maar jij hebt nog veel kans om te winnen. Ja, jongens, jullie moeten het volgende week tegen Jeremy opnemen, volgens mij. Ja. Jeremy. Ik zit helemaal klaar, guys. Ik zie jullie volgende week. Be there. Ries, man. Doei! Lunch. Het is tijd voor lunch. Zeker. Ik heb honger, jongen. Mijn lunch is nog steeds niet binnen.